Alcohol. Dat is wat mensen die vanaf komende woensdag meedoen aan de actie Ik Pas een maand moeten laten staan. Onder andere de GGD Nederland en Alcoholpreventie Nederland doen mee. In de stad steunt de VNN, dat is Verslavingszorg Noord-Nederland, de actie. In Groningen staat de teller nu op 250 deelnemers. Het is een uitdaging, zo moet je het zien. Een uitdaging aan jezelf. Hè? En ik heb het zelf ook een keer gedaan, ik ga het nu ook weer doen. Maar je geeft jezelf feitelijk een beetje een opdracht. Ik ben ook een gezelligheidsdrinker, want aan die mensen is het vooral gericht. Om een maand te kijken, wat doet het met me? Ik hoop er in ieder geval mee te bereiken dat ik na 30 dagen, want ik doe 30 dagen mee, dat ik inderdaad me bewust ben van alcohol zomaar automatisch een glas inschenken. Want ik vind het ontzettend gezellig om met vrienden te zijn en uit eten te gaan. En dan is er altijd een glas wijn bij, om dat eens even te breken. En zoals je kunt zien, ik ben ook iemand van de wat oudere leeftijd. En ik ben me ook van bewust dat als je wat ouder wordt, dat alcohol gewoon wat minder gezond voor je is. De actie Ik Pas valt samen met de vaste periode die traditioneel loopt van carnaval tot aan Pasen. Ik Pas duurt iets korter en eindigt op vrijdag 31 maart. Als je een maand geen alcohol drinkt, heeft dat volgens Nienke van de VNN direct merkbare resultaten. Je kunt van alles verwachten op het gebied van gezondheid. Hè? Dat je je fitter voelt, dat je je frisser voelt, alerter. De meeste mensen rapporteren, zoals ze dat dan noemen, dat ze beter slapen. Mensen vallen er vaak van af. Maar het allerbelangrijkste vinden wij eigenlijk nog dat mensen zich bewust worden van de rol die alcohol speelt in hun leven. Mensen die nog willen meedoen kunnen zich voor 1 maart gratis aanmelden op de website ikpas.nl.